Hi, ik ben Jacqueline van Lieshout van ontwijnen.nl en in deze video wil ik je graag tips geven om minder alcohol te drinken. Iets wat velen van ons helemaal niet gezellig vinden en waar we helemaal niet aan willen denken, omdat we altijd zoiets hebben van ja, maar ik doe alles al goed. Weet je, ik werk hard, ik heb het sociaal leuk, ik moet de hele dag op mijn telefoon zitten, 26 appgroepjes, mijn vriendinnen, mijn werk, ga maar door, we kennen die eindeloze to-do-lijsten. Maar aan mijn wijntjes moet je echt niet komen. Maar tegelijkertijd zien we steeds meer onder ogen, gelukkig maar, dat alcohol gewoon echt ontzettend ongezond is. Lullig maar toch waar. En is het toch iets wat we echt wel minder willen gaan doen of helemaal niet, tijdelijk of wat langer. Maar in deze video wat makkelijke tips om te minderen met alcohol als je denkt van, nou ja, weet je, hoe kan ik nou zorgen dat ik niet elke keer na wijntje 2 denk, ik wil door tot het ochtendgloren. Tenminste, dat had ik dan vaak. Al was het maar 3 dagen in de week, maar wel altijd na glas 2 gaan we door totdat we omvallen. Hoe heftig ook. Ik ben zelf 2,5 jaar geleden helemaal gestopt. En ik snap dat dat niet voor iedereen is, maar ik vind het echt heel erg ontspannen om het juist helemaal niet te doen. En dat is misschien wel de eerste tip die ik je mee wil geven. Wees eerlijk tegen jezelf. Hoe groot de rol is die alcohol speelt. Want er wordt altijd gevraagd hoeveel dronk je dan, maar in feite is dat niet zo belangrijk. En wat ik daarmee bedoel te zeggen, is dat het vooral belangrijk is om, wat ik net zeg, te beseffen hoe groot die rol is. Dus ook al zijn het maar iedere dag 1 of 2 glazen, als jij wel iedere dag die 1 of 2 glazen wil, is er toch een sterke vorm van afhankelijkheid van een middel wat gewoon echt niet goed voor je is. Dus dan zou je bijvoorbeeld kunnen zeggen, ik ga met mezelf heel serieuze afspraken maken dat ik echt alleen, en benoem dan ook de dagen, want als je zegt weekend, dan kan het al op woensdag starten, alleen op vrijdagavond en op zondagmiddag drink ik per gelegenheid maximaal 2 glazen. Dat kun je bijvoorbeeld met jezelf afspreken. Dan is het ook belangrijk, en die stap vinden velen van ons lastig, om dat dan ook tegen je directe omgeving te zeggen. Want dan is er toch ook een soort, en niet zodat ze de politieagenten in je leven hoeven uit te hangen, maar dan is er gewoon toch een soort verantwoordelijkheid en een echte erkenning wanneer je naar een ander uitspreekt, ik wil gewoon echt wat minder drinken, wil je me daarbij helpen? Dat kan een afspraak zijn voor jezelf. De tweede tip die ik je kan geven is dat je alcohol moet beschouwen als taart. Dus dat het er alleen is op heel bijzondere gelegenheden. Nu kun je van alles, dat ken ik ook voor mezelf, een bijzondere gelegenheid maken. Maar echt dat je zegt alleen een feestje, alleen een verjaardag. En niet een etentje met de buren wat toevallig op vrijdagavond uit de hand loopt. Maar als er echt iets gaande is, echt iets wat ik heel bijzonder vind. Dat zou je bijvoorbeeld kunnen helpen. Nou, die twee tips helpen jou hopelijk om een begin te maken, misschien wel in het nieuwe jaar, met een bewuster alcoholgebruik in je leven. Dus hopelijk heb je er iets aan. Succes!